Sowieso weet je dat je met vrijwilligers werkt, maar ik ben een hele grote voorstander van het empowerment-principe. Dus echt de gemeente als regisseur, namelijk ofwel kiezen van we geven centen, ofwel kiezen we geven logistieke steun, of we geven know-how. Dat was in het kader van Klein Tokyo, je had dat over programmatie. Je moet vrijwilligers niet echt laten programmeren, of moeten specialisten ter zake zijn. Maar de samenwerking ervaren was positief, elk kent zijn rol. En zeker per specifiek onderdeel, als er goed afgesproken wordt van wij weten heel weinig van erfgoed, maar onze heemkringen weten heel veel van erfgoed, maar wij weten dan weer meer van subsidies halen. En op die manier, elk kent zijn rol, elk speelt zijn rol en elk is het beste in wat hij doet. En ook vanuit de gemeente wordt dat zo gepercipieerd.